Oh. Welkom bij deze aflevering van Koken in een Grot. Een serie video's waarin ik probeer te demonstreren hoe eenvoudig het is om te koken als moderne holbewoner. Mijn naam is Nico Norten en toen ik vanmorgen wakker werd wilde ik eigenlijk maar één ding. Ik wilde de zon in en wandelen. Het was heerlijk weer en ik wilde weg. Ik heb er 2 uur op zitten inmiddels. Ik heb een dijk afgewandeld. Ik ga zometeen weer terugwandelen. Het is heerlijk weer. Het is een beetje stormachtig. Maar dan mag de pret niet drukken. Iets belangrijks, voordat ik wegging vanmorgen, heb ik natuurlijk gezorgd dat ik een lunch bij me had. Eerst wat ik vanmorgen zag, is dat het waanzinnig lekker weer is. Zon schijnt, ik wil naar buiten. Even snel mijn lunch meenemen, zodat ik niet op onzin hoef terug te vallen als ik straks buiten ben. Ik ben in de koelkast gedoken, ik heb wat spullen gevonden. Ik ga heel snel even een soep maar maken. Dat is zo gebeurd. En wegwezen, ik wil naar buiten. Wat heb ik hier allemaal gevonden? Heel veel cherry tomaatjes had ik nog over. Dus die heb ik hier eventjes weggelegd. Ik had nog een wortel, 2 zoete aardappels en stronken van broccoli. Ik heb een blikje gesneden tomaten. Toen ik dat kocht even opgelet. Geen zout in. Dat is belangrijk. Ik kreeg wat kritiek op het internet. Die krijg ik altijd van we hebben zout nodig. Dat is belangrijk. Lees eventjes de holbewonercode en je weet precies waar ik sta. En waar moderne holbewoners staan ten aanzien van zout. Soep, soep, soep. Ik heb een rode ui. Ik heb nog wat knoflook. Ik heb mijn kruiden klaargezet. En ik ga proberen zo snel mogelijk dit soepje in elkaar te zetten. Normaal let ik er eventjes op wat harder is. Gooi ik doorgaans eerder in de pan en daarna de zachte dingen erop. Maar die broccoli, wortel, zoete aardappels, allemaal een beetje hetzelfde. Dus hoef ik me niet druk om te maken. De kontjes eraf. Normaal gesproken als ik zoet aardappelverwerk in eten, dan doe ik dat met schillen al. Maar omdat het nu om een soep gaat, ga ik eventjes proberen met dit snel schilletje, of dun schilletje, ik weet niet hoe zo'n ding heet, die schil eraf te halen. En dan probeer ik te voorkomen dat dit een bloedbad wordt. Een paar grote stukken, maakt allemaal niet zoveel uit, want ik ga het toch pureren straks. Hartstikke. Hetzelfde doe ik met de wortel. Een paar kleine stukken van snijden. Voilà. Gaat er ook bij. Dan heb ik de broccoli. Zo. Klari. Ik doe eerst even de knoflook. Kontjes eraf. Die even pletten. Kleine stukjes. Ik geloof vast dat het allemaal handiger kan, maar uitgangspunt van dit programma is, als ik het kan, kan iedereen het. Ik doe vast eventjes de boter in de pan. En dan kan dat vast smelten. Ongezouten roomboter, dat is belangrijk. Dat kan vast smelten. Ondertussen snij ik de rode ui. Mijn hobby is het niet, die uien, maar het moet even. Ziet er goed uit. En dat gaat nu in de pan. Zo. Even roeren. En wat ik nu al doe, ik ga hier mijn kruiden doorheen mengen. Ik begin met peper. Dol op peper. Zo. Gerookte paprika poeder. Temperatuur in de gaten houden, dat allemaal niet aanbakt. Ietsje lager. Chili poeder. Niet te veel. Voilà. Italiaanse kruiden, dat doe ik denk ik handiger. Even blijven roeren. Peterselie. Hartstikke idee. Ik ga dat een klein beetje afblussen. Niet te veel. Zo. Vuur kan weer omhoog. Dat ruikt al goed. En daar kan eigenlijk alles in één keer doorheen. Mijn groenten gaan daarbij. Zo. Daar gaan mijn tomaten doorheen.
cherry tomaten. Ik had er heel veel over. Gaan allemaal lekker hierdoor. En mijn blikje. Hartstikke idee. Ik roer dat nog even door elkaar. Even wachten tot de groenten zacht worden en dan zijn we er al. Laat me lekker even pruttelen. Af en toe even prikken. Groenten nog steeds te hard. Dus ik laat het nog lekker even doorsudderen. 5 minutes later. Ik geloof het. Ik ga dit pureren. En daar gaat hij dan. Zo, ik heb soms het gevoel dat ik cement sta te mixen in plaats van soep. Maar er zit nog veel soep in de pan en weinig soep op mij. Dus dit is een geslaagd experiment. Het is goed zo. Proeven of er misschien nog iets bij moet. Dat denk ik niet. Uitkunst gaat in mijn warmhoutcontainertje. Ja, dit is een goed soepje. Zo. Spullen inpakken. Ik ben er weg van. De lunch. Soepje gemaakt. Van ingrediënten die ik nog in mijn koelkast had liggen. Is nog lekker warm. Veel mensen zouden hier graag een blokje bouillon door hebben gegooid. Moderne holbewoners doen dat niet. Bouillonblokjes zitten bordenvol zout. Eten we niet. Eten zonder zout zijn we heel snel aan gewend. En dat is een heerlijke lunch. Eet smakelijk.